in Spanje is, zit hij graag in de zon. Ook gaat hij wel eens zwemmen of speelt hij met badminton. Hij houdt ook wel van schommelen. Maar Sint is gek. Ja, Sint is gek. Ja, Sint is gek. Op trommelen. In zijn neus doet eigenlijk geen fluit. Je ziet hem dus nooit schommelen. Maar Piet is gek. Ja, ja, Piet is gek. Ja, Piet is gek. Optrommelen. Het is toch wat. De Willem van den Berg. Daar zijn we weer, hè. De Willem van den Berg. Wat hoor ik? Het lijkt een bergdrummers. Oh, daar hangt van trommelen. En Sinterklaas ook. Ik ga eens even bij ze kijken, de bergdrummers. Hé hey jongens, wie hebben we hier? Dat is toevallig. Dag Zwarte Piet. Dag Bert. Welkom. Ja, ik zit net hiernaast. Ja. Zit ik een beetje na te denken over van alles. En ik hoor jullie trommelen. Ik hou daar zo van. En Sinterklaas vindt trommelen ook zo leuk. Ja, maar mag ik dan even komen luisteren naar jullie? Tuurlijk. Dan ga ik even zitten. Ga gerust zitten. Wij gaan door met repeteren. Met de Pieterpolka, jongens. Daar komt ie, hè? Ja? En je ziet ook een beetje wit, Piet. Ja. Oh. Ja. Zo, ik wil het liefst naar mijn bed, jongens. Ja. Trommelen jullie nog maar even verder. Zachtjes, dan breng ik Bert even naar huis. Zo breng ik Bert even naar huis. Kom maar, Bert. Ja, dat gaat niet goed, hè, mensen. Nee, Zwarte Piet, ja. Een beetje voorzichtig lopen maar, hè. Een beetje voorzichtig lopen. Nou, ik denk dat het niet goed. Kom maar, Robert, gaat dat een beetje? Ja, kom maar. Dat scheren. Ja, doe je jas maar even uit. Allemaal buiken. Oh, het is werkelijk verschrikkelijk. Ja. Nou, weet je wat, Bert? Ga jij gauw lekker naar je stoel. Ja. Hè? Dan ga je daar lekker in zitten en snel beter worden. Ja, dankjewel, Piet. Ja? Ik ga snel beter. Bert weg. Ik heb altijd al bergdrummer willen worden. En nu heb ik mijn kans. Ik heb zijn jasje al. Ik heb Bert zijn jasje al. Even een belletje plegen. Ja, goedemiddag. Spreek ik met het bergwerk of zoiets? Oh, heel mooi. Moet u luisteren. Ik heb voor de bergdrummers, dus voor een drumband, dat is een soort André Rieu nodig. Zeg maar, een dirigent. U heeft wel twee invalide dirigenten. Nee, die hoef ik niet. Oh, het is een invaldirigent. Ja, dat is heel goed. Maar ze hebben wel verstand van trommels. Oké, nee, dat is heel mooi. Dan moet je ze sturen naar de bergdrummers, want Bert is ziek geworden en ze hebben daar hard een dirigent nodig. En kunnen ze meteen komen? Geweldig. Ja, dank u wel hoor. Dag. Zo. Goedemiddag. Jongen, welkom. Ik zie het al. Bergdrummers, hè? Dat is goed. Ja, klopt, ja. Wij zijn jullie nieuwe dirigenten. Inderdaad. Mijn naam is Jaap van Noorwegen. En wie van mij is Jaap van Denemarken. Goedemiddag. En wij gaan er even een hele gezellige en swingende repetitie van maken. Oké. Ja, hè? Zet jij even de muziek standaard op? Is er even de standaard op? Kun je even mijn spullen vasthouden? Ja, natuurlijk. Jaap. Hoe gaat het ook alweer? Ja, zet maar neer. He? Heel goed zo. Heel goed. En dan? Hier. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja, gaat heel goed. En wat gaan we zingen? Ziegens komt een stambo. Ja. 1, 2, 3, 8, 7. Daarom is het zonder uit Spanje. Hij
behandeld zijn. Nou, nee, vinden jullie het goed gaan? Nee. Nou, wijs behandeld, dat was echt strak en enthousiast. En dat, nou, dat is maar goed ook, want volgens mij komen de mensen van het Bergjournaal zo. Oh, dus kijk. Kijk, dat komt goed uit. Ja, ik ben blij dat ik zit. Ik was zo beroerd. Ik ben blij dat ik in die studie hier onderuit gezakt kan kijken naar het Bergjournaal. Want volgens mij begint dat zo meteen. Ik zal eens even kijken. Hallo kijkers van het Bergjournaal. Ik ben vandaag op locatie, want ik ga eens even kijken bij de bergdrummers. Die hebben natuurlijk altijd een grote rol rondom Sinterklaas op de Willem van den Berg. Want ja, met de intocht en met allerlei feesten in het kruispunt zijn ze paraat. En ik wil dus wel eens weten hoe ze zich voorbereiden op al die verantwoordelijke taken die ze hebben. Gaan jullie mee? Wat is dit nou? Wat een raar. Ja, ik weet niet precies wat hier aan de hand is, maar... Begrijp je niks van? Ik zie Bert ook niet. Ik weet van die gekke kerels. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. We gaan het even vragen. Met tennisrackets en met vliegenmeppers. Nou, ik ben voor het Bergjournaal naar de bergdrummers op zoek. Maar nou ben ik hier, maar ik mis Bert Bergmans. Hoe kan dat? Wij missen hem helemaal niet. Het gaat fantastisch echt. Kijk. Ja. Heb je dat ook gehoord? Ja, Bert is, nou, heeft algehele malaise. Bert is ziek. Oh ja. En dan zijn jullie via bergwerk ingehuurd? Of, ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Daar ga ik natuurlijk gewoon even dingen vragen voor het Bergjournaal. Want ze zitten bovenop het nieuws altijd. Wij zijn al jaren hele bekende dirigenten. Inderdaad. En waar hebben jullie, welke orkest hebben jullie allemaal al bespeeld? En die jongens zijn ook al allemaal zo raar. Het residentieorkest. Het Philharmonisch Zangorkest in Amsterdam. Nou mensen, dat klinkt echt super. Dus nou, willen jullie wat voor ons spelen? Natuurlijk. Dan moeten we ons even voorbereiden. Ja. Oké, okay. Nou. Mafketels. Wat doen ze daar dan? Ze staan echt voor de drummend. En ze laten die jongens nog achterlijke dingen doen ook. Hier moet een end aan komen. Daar moet ik naartoe. Ziek of niet ziek. Daar ga ik heen. Nou, ik wil niet vervelend zijn. Maar ik vond het met Bert Bergmans toch echt... veel beter. Dus we hopen er maar het beste van. Het is punt 5 van het Gouden Boekje. Je blijft je verbazen. En tot zover dan maar de reportage over iets wat op de bergdrummers lijkt. Dag! Stop! Stop! Ophouden! Ophouden! Het klinkt voor geen meter. Ik lig daar op bed ziek te wezen. Ik ben er uitgesprongen. Hebben jullie diploma om te dirigeren? Laat eens kijken. Waar is dat? In de auto. In de auto. Het zijn grote smoesjes, jongens. Jullie, ze brengen er niks van terecht met jullie. Het is waardeloos. En één ding. Daar is het gat van de deur. Eruit. Eruit. Ja, eruit. Jullie hebben alles verpest. Anders gaat het niet goed. Eruit. Wegwezen. Eruit. Ja, eruit. Hup. Wegwezen. Zo is het, zo mag ik het horen. Keurig, helemaal. Juist, keurig, hartstikke. Zo jongens, die gekke dirigenten die zijn lekker de straat weer op. Ik neem de leiding weer over, ik voel me hartstikke goed. Maar jullie zien er absoluut niet uit. Zo, we gaan eerst de gezichten even wassen. En jullie moeten die gekke instrumenten, die gooien we straks in de hoek. Want we pakken weer lekker de trommel op. En... van deze Piet wil ik graag weer mijn jasje terug, zodat we weer als band compleet op kunnen treden. Goed idee, dan gaan we naar nu. Nou Sint, kom, ik heb een mooie verrassing voor u hoor. Ik heb nou iets, dat heeft u van uw leven nog niet gezien. Waarom Piet? Dat is een verrassing Sinterklaas. Dat is een grote verrassing. Komt u maar voorzichtig naar binnen. Dit wordt heel bijzonder Sinterklaas. Oh! Gaat u maar op deze stoel zitten, Sinterklaas. Dan kom ik naast u zitten. Dan zou ik zeggen, laat de verrassing maar beginnen. Dag Sinterklaas. Welkom in de ruimte van de bergdrummers, waar we een concert voor u gaan geven. Ik ben blij dat ik zelf hier voor de band sta. En dat die achterlijke dirigenten die hiervoor waren, dat we die naar buiten hebben gebonjourd. Wij gaan voor u een prachtig mooi nummer spelen, Sinterklaas. Ja. Dat zullen we je even laten horen. Okay. Zijn jullie klaar voor jongens? Ik ben benieuwd. Oké, dan komt hij op. Twee roffeltjes vooraf. En dan maar eens één. Met hoor de wind waait door de bomen, Sinterklaas. Oh.
je wel genoten. Prachtig goed concept. Dan, heb je dat allemaal geregeld? Ja, dat heb ik allemaal geregeld. Oh, dat is mooi. Speciaal voor Sinterklaas, zullen wij dan vind ik eigenlijk dat alle bergdrummers, en Bert ook, die mogen dan vanavond hun schoen zetten. Ja, en dan gaan wij daar wat in doen. Ja, uiteraard. Ja? Dus dan mogen jullie allemaal je schoen zetten. En dan gaan wij dat regelen. Gaan wij die langsrijden. En zullen we dat maar meteen gaan doen, want dat wordt een drukke nacht. Gaat heel veel, hè? Gaat u mee, Sint? Nee, dat is toch geweldig. Ja, dat was echt een fantastisch concert. Jammer dat Bert toch een beetje ziek is. Ja, hij is toch een dikke hoor. Hij is een beetje in de war. Hij is een beetje in de war. Wat maakt jij Giel? Ik ga heel erg een carrière, denk ik. Ja, andere milieu. Ik zie. Andere milieu. La la la.